Die een Tom, ja. Die een Stef. Nee, het is... ik heb enorm veel... Ik wou voor deze film de vrijheid hebben om enorm veel te kunnen draaien. Dat is gelukt, we hebben uiteindelijk 130 uur materiaal gehad. En dat ging niet per se voor die 130 uur, maar zo het gevoel van als we nog een willen doen, dan kunnen we dat. En dan, als we nog een keer iets anders willen proberen, dan dat zouden kunnen. En uiteindelijk... Allee, dus dat is allemaal gelukt. Dat is super. Dat is echt ongelooflijk. En... ik denk dat je dat voelt in de film, inderdaad. Omdat er een soort... Ja, authenticiteit is ingekomen, ongedwongenheid. De chance dat gewoon dat... Nou, bepaalde scènes in één take hebben kunnen draaien, bijvoorbeeld. Scènes van tussen de 2 en de 4 minuten, die gewoon volledig in één take zijn gedraaid. En dat te maken, denk ik, met dat we zoveel hebben kunnen draaien, dat de acteurs echt op hun gemak waren en het gevoel hadden dat ze van alles konden proberen. Wat moet ik daar nog over zeggen? Ik wou al heel lang met Stef werken. Tom is er later bij gekomen, maar is een cadeau geweest, niet normaal. Allee, het is super geweest. Ik ben echt enorm dankbaar dat ik hem ben tegengekomen. Hij ook, denk ik. Allee, het is prachtig geweest hoe dat zo samen is gekomen en hoe dat er daardoor ja, opnieuw die energie is vrijgekomen van keihard te gaan en te doen. En elkaar te verrassen en verder te gaan. Maar het was ook... Ja, het is, elke film heeft ook soms zijn moeilijke momenten. En bijvoorbeeld... Het loopt niet altijd van een leien dakje. Stef bijvoorbeeld heeft heel erg getwijfeld. En dat kwam... Dat kwam door dat doog en door dat accent. En ik snap het ook echt. Maar dus voor hem was dat helemaal niet rock'n'roll. Hij had zo keert... op voorhand zin had om te gaan en keer te gaan. Hij had het gevoel dat hij constant niet aan het deliveren was. Ik had zoiets van, het is top. Maar om maar te zeggen, ja, het is... Ja, elke dag, als je een film draait, blijf toch keihard werken en soms twijfelen. En van alles proberen. En soms denken van, het was de max. En soms, ja, denk je... Oké, okay, het is wat het is, we zullen het zien. Maar het was top, maar het was ook keihard werken. Maar ja, dat is het leukste. En dan die muziek erop. ja, Steffen en Dave zijn ongelooflijke kerels en ze hebben. Ze hebben hun eigen weer overtroffen, denk ik, in de zin ja, dat ze iets gedaan en dat nog niet veel gebeurd is. Robokus. Okay. Ze hebben iets gedaan en nog niet veel... Allee, ze hebben Hans de scoring gemaakt voor de film, ze hebben Hans de muzikale invulling gedaan. Ze hebben, ik denk, de generiek zijn er uiteindelijk 30 nummers of zo dat ze gemaakt hebben voor deze film. Het is gewoon waanzin. Maar dus ook tot in de kleinste details als die bands mee hebben ontwikkeld en de naam bedacht. En dus dat is ongelooflijk geweest. En dan... Allez, heel veel is er gebeurd in de voorbereiding. Hè? Dus in de aanloop naar de tournage hebben ze al de muziek gemaakt voor de bands die live in de film te zien zijn. En dat was super fijn. Op een moment was ik vrij aan het wachten van, komt die muziek nu nog? Want we gaan bijna een week of twee draaien, dus dat moet er wel zijn. Uiteindelijk is alles er gekomen, de dag dat er moest zijn. Maar was het super stevig dood over hem. Dan hebben zij in de hele periode... Dan zijn wij beginnen monteren, hebben zij heel veel muziek gemaakt dat wij muziek hadden om mee te monteren, om zo maquetjes te maken en om sferen te zoeken en te bepalen en dus de flow van de film te vinden, zeg maar. En dan zijn zij daarop beginnen werken om alles te hermaken. Om de filmmuziek die er al was af te maken of te herdoen. Om alle muziekjes die wij onder scènes hadden gelegd, maar gewoon een bestaand nummer, te gaan hermaken. Ze hebben een reggae-nummer gemaakt, verschillende rocknummers.
Dus al dat. En dan nog een keer ja, ook al de live muziek dat je ziet, ook te gaan hermixen en herknippen soms, omdat dat helemaal niet meer knopte. En dus het is een ongelooflijke trip opnieuw geweest. Ook zo de laatste 3 maanden dat we ja, de film muzikaal hebben afgewerkt, was hard werken, maar dat was super fijn. Dat was super fijne ontmoeting en samenwerken. Hoe ziet het nu? Wat wilde volgens gaan, die wilt uit een bol gaan en weet die allemaal buiten komen? Wat ik dan wil? Ja, het is raar, hè? Wat wilde? Eigenlijk is het fijnst als je. Als je achteraf met mensen een super fijn gesprek over het leven kunt hebben, over wat het bij hen gedaan heeft. Hè. Moet niet per se blij te zijn of mega gelachen, maar gewoon heeft het iets losgemaakt dat ze over nadenken, dat ze herkennen. Ik heb wel het gevoel dat deze film dat doet. Hè. Dus dat is het voornaamste. Hè. Het losmaken dat je iets kunt. Dat je een goed gesprek kunt over hebben. Je wilt dat ik een goed gesprek heb. Het is een eigenlijk. Deze film is een uitnodiging voor een goed gesprek. Of een afgezamenlijk keer goed zat worden. En nee, ja, maar dat is toch gewoon waarom dat het doet, denk ik. Allee, dat ik achteraf dan wat meestaan en niet per se bejubeld worden. Of prijzen natuurlijk is de max, maar ik herinner me, de première van The Broken Circle, dat was. Weet je, dat was niet de mensen daar stonden te juichen of aan het blij te zijn, maar dat was zo van iedereen die zo met van alles kwam. Fuck, en dat en dit. En ik heb dat zo gezien. En dat was voor mij een van de schoonste avonden van mijn leven, denk ik, omdat ik voelde hoe dat in de film zo mensen had opengezet om te delen. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.